De boterham met pindakaas, is die niet lekker genoeg meer? Zeker wel, maar ja, wij dachten een boterham met pindakaas wordt zo saai, dus waarom proberen we niet wat meer dingen uit? Staat er op menu? Lekkere dadel kokosballen. En daar zit dan pindakaas bij en de kokos zit eromheen. En wie van jullie twee is de grootste pindakaasliefhebber? Ik denk dat zij dan Ja, mij ik wel denk het ook. overtreft. Bijna iedereen vindt pindakaas lekker. Wij ook, we zijn echt wel pindakaasfans. En willen gewoon mensen thuis laten zien dat ze ermee lekker kunnen gaan koken, de keuken in kunnen gaan, zoetige, hartige gerechten mee kunnen maken. En we willen eigenlijk zo mensen inspireren om meer uit de pot pindakaas te halen. En wat kan je eruit halen? Wat is nou het meest verrassende voor jou? Het meest verrassende is denk ik, ja, we hebben een mango pinda lassi, dat is een ijsje. En dat is met yoghurt en het is ook heel erg lekker met limoensnippers erbij en pistachenootjes. Ja, en dus mango, dus juist een beetje lekker het frisse erin halen. Is de pindakaas een nieuwe hype? Ik denk wel dat het wel redelijk een hype is, maar ik denk dat het wel een blijvende hype is. Want uiteindelijk, iedereen is groot geworden met pindakaas en iedereen die herinnert zich ook gewoon pindakaas. En je blijft het je hele leven eten. En nou ja, nu met dit kookboek erbij krijg je natuurlijk alleen nog maar meer opties daarvoor. Dus het zal vast wel een blijvertje zijn. Nou, zo komen de dadelkokosballetjes er dan uit te zien. Heb je ook zin om erin te proeven? Lekker. Jullie ook? Lekker. Is makkelijk.